Een medewerker van het viskweekcentrum in Valkenswaard kwam de vissen met een speciale vrachtauto afleveren. Het uitzetten van de vis is een initiatief van de plaatselijke hengelsportvereniging De Pollepel. Nou, dit water zit in de zomerperiode helemaal dicht van de kroos. En dat betekent natuurlijk dat daardoor het water helemaal verstikt. En die karpers die zorgen er eigenlijk voor dat die kroos er als goed is helemaal afgevreten wordt. Niet alleen voor veel inwoners was het vieze water een doorn in het oog. Ook de dorpsraad vond dat er wat moest gebeuren. Vooral aan die kant is het erg groen. En dan is het gewoon één groene waas. En het water zie je eigenlijk niet meer in de gracht. Nee. Stinkt het ook? Ja, het stinkt ook. Ja. En dus droeg de dorpsraad €250 bij om de graskarpers te kunnen kopen. Genoeg voor 50 kilo vis. Dat zijn ongeveer 30 karpers. De karpers weer opvissen is niet de bedoeling, zegt de hengelsportvereniging. En als dat dan een keer zou gebeuren, dan worden ze onmiddellijk weer teruggegooid. Hier in Nederland wordt die sowieso niet zo geëten. In het buitenland, met name in Polen, Roemenië en dergelijke, is de vis die zeker op het menu staat. Maar ik heb hem zelf nog nooit geëten, maar ik heb begrepen dat het een wat zoetige vis is. Voor de zekerheid plaatst de hengelsportvereniging bordjes niet vissen in het water.